Op het stembureau kun je jouw stembiljet in de stembus stoppen. Je hebt dan gestemd. In dit filmpje zie je hoe jouw stem meetelt. Om 9 uur in de avond is de verkiezingsdag voorbij. Je kunt dan niet meer stemmen. De mensen van het stembureau halen alle stembiljetten uit de stembus. Ze tellen hoeveel stemmen elke politieke partij heeft gekregen. Ze tellen ook hoeveel stemmen elke persoon heeft gekregen. Iemand die heel veel stemmen heeft gekregen, komt eerder in het Europees Parlement dan iemand die veel minder stemmen heeft gekregen. Na het tellen geeft het stembureau alles door aan een landelijk stembureau. Daar tellen ze alles bij elkaar op. En dat geven ze door aan een Europees stembureau. In de andere landen van de Europese Unie gaat het ook zo. Zo komen er mensen uit alle landen van de Europese Unie in het Europees Parlement. Politieke partijen met veel stemmen krijgen veel mensen in het Europees Parlement. Dat noem je een grote partij. Politieke partijen met weinig stemmen krijgen weinig mensen in het Europees Parlement. Dat noem je een kleine partij. Bij ieder plan moeten de leden van het Europees Parlement zeggen. Of ze voor het plan zijn of tegen. Een grote partij krijgt meestal eerder zijn zin dan een kleine partij. Zo telt jouw stem mee. Ga stemmen. Dit is een initiatief van ProDemos. Kijk op de website stemjijook.nl